Granny's Finest, dat is een Rotterdams kledingmerk dat allerlei fijne dingen van wol laat breien door de mensen die dat het beste kunnen, namelijk onze oma's. En af en toe beloont het bedrijf de Granny's met een uitstapje. Vandaag worden ze opgehaald met de bus en als de rollators zijn uitgeladen, kan de groep lekker gaan zitten breien voor de ingang van de Laurenskerk. Rechtsaf, afrechts. Eerst voor een haarband en dan moet je goed kijken als het niet fout gaat. Beide moet je tegelijkertijd inhalen en uithalen. En dat is het. Klinkt weer heel ingewikkeld. Ja, een beetje niet zo erg hoor. Dit wordt een Col Paula. Een Col Paula? Ik moet nog 125 centimeter wat dat worden en dan zet ik hem in elkaar. Een sjaal of zo? Een col. Waarom je nek? Het moet een sjaal worden. Lekker zo, midden in de zomer. Het is hartstikke warm. Nee, ik mag het voor winter. Wintersjaal, ja. Van wol. Het is niet de bedoeling dat de breiende oma's helemaal zelf crea-bea aan de slag gaan. De granny's krijgen wol, breinaalden en een ontwerp van Granny's Finest. De ene keer dan is het gelijk raken en dan heb je een mooie steek. Dan werkt het in de wol en dan is het voor de dames ook fijn om te breien. En de andere keer dan heb ik iets heel moois bedacht. En met een net even iets afwijkende techniek. En dan is het moeilijk om er een patroon van te maken. En lastig voor de granny's om het te breien. En dan moet je nog even aan de slag. Bij het begin was het een beetje moeilijk bij mij. Want ik had 55 jaar helemaal niks gedaan. En na een paar keer ging het wel goed. Ik had al gehoord dat jij opa Hans heet, maar dit is toch Granny's Finest? Ja, maar ik ben Grandpa Finest. Fijner kan niet. Fijner kan niet. Opa Hans is een van onze wereldberoemd in Nederland bekende opa's. Dus mannen zijn van harte welkom. Sterker nog, we kunnen er nog wel een paar gebruiken, denk ik. Ik dacht dat breien echt voor vrouwen was, trouwens. Ja, nou, dat ben ik niet met je eens. Je wil niet weten hoeveel mannen er breien. Maar ze komen er alleen niet vanuit en ik wel.